Welkom mensen die rondstruinen op het internet en mijn YouTube-kanaal gevonden hebben. Wederom weer welkom bij een vlog van mij. Dit keer een Opel Corsa met een voorruit waar de bekende engelvleugelwaas op staat. En die moet ik er uitpolijsten. Dat is niets zo hinderlijk als dat je door een witte waas heen moet kijken tegen tegenliggers met koplampen of avondlicht. Straatverlichting of een laagstaande zon. In sommige gevallen, als de schade zodanig erg is, dan heb je het idee dat er een bepaalde laken over je vooruit heen ligt. Ik ga de wagen even afplakken. De vooruit had ik al schoongemaakt om inspectie uit te kunnen voeren hoe zwaar de schade is. Dat heb ik inmiddels gedaan. Ik weet waar ik aan toe ben. Ik ga de wagen afplakken. Ik pak nog even de camera op om de schade te laten zien. En dan ga ik lekker aan de slag. Stay tuned. Zo, de camera even opgepakt. Nou goed, je ziet het al, hè? De slijprand van de engelvleugelwaas die in de voorruit zit. En dat geldt eigenlijk ook voor de bovenkant, of dat, als dat goed te zien is. Ja, in het midden van de ruit kun je dat goed zien ten hoogte van de binnenspiegel. En dan heb je hier zie je die bepaalde waas zitten. Voorruit inmiddels afgeplakt. Ik heb mijn spullen bij elkaar gezocht. En ik kan beginnen. Speciale paleis erop. Ik hoef de binnenkant van de ruit niet af te plakken met stickertjes om aan te geven waar krassen zitten. Want ik moet sowieso toch de hele ruit doen in verband met die engelvleugelwaas. We beginnen eerst links tot de helft en dan schakelen we over naar de andere zijde. Iets met water bij. Tussentijdse controle. Wat de staat is van het verwijderen van de krassen. Door het paleismiddel, speciale paleismiddel, moet je eruit nou even goed schoonmaken. Om wellicht nog een aantal defecten te kunnen ontdekken. Dan geef je meteen een beeld over de gehele toestand van de ruit. Want deze ruit heeft heel veel steenslag. Heel veel steenslag. En die zie je nu extra goed door het paleismiddel wat erin zit. Dat spoelt er uiteindelijk wel weer uit tijdens het wassen en regen. En het grappige is, aan de buitenkant ziet het er niet uit, maar zodra je binnenkant in de auto gaat zitten, zie je er niks van. Dat is heel raar. Nou, heel lichtjes. We gaan de goede kant op. Van de andere kant bekijken. Lichtinval is wat dat betreft altijd heel belangrijk. Ja. En daar is een veeg aan de binnenkant van de ruit. We gaan verder. In het kader van meten is weten, en ik zeg altijd maar bekijken is bereiken, zal ik even de camera oppakken, want deze helft is klaar. De andere helft moet ik nog doen en dan laat ik even het verschil zien tussen voor en na, missen. Dus het is niet voor en na, maar het verschil tussen rechts en links. En voor jullie is dat links en rechts.
Ik pak even de camera op. Zo. Kijk naar de TL-verlichting. Dan ga ik deze even inklappen zo. Dat is wat makkelijker voor mij om mee te werken. Excuus voor het bibberige beeld. Kijk naar de TL-verlichting. En kijk in de ruit. Dus niet in de... Als het goed is, zie je dat er een bepaalde waas over de voorruit hangt. En dan ga ik door naar de andere kant. En dan zie je dat die strak is. En dat resultaat willen we, gaan we bereiken over de hele voorruit. Kijk, bovenaan de TL-verlichting in de voorruit zie je waar die het hardst weggeslepen is. En ook de meeste, of het algemeen de meeste druk opstaat qua het sweepen van de ruitwisselbladen. Inclusief het gedeelte waar de bevestiging zit, de assensteun zogezegd. Goed, we gaan verder. De andere kant doen. Aanbeland bij de andere kant, om de helft van de ruit waar de schade, want ik had in de ochtend, vanaf de andere zijde had ik hem onderin wat dieper gepakt, wat verder gepakt, dus wat makkelijker. En dan loopt deze kant, die loopt tot aan dit gedeelte. Dus dat is dan, dat is het voordeel van plastic, ik kan asseren waar het begint. En waar het eindigt. En dat is hier. Door naar de andere zijde. Met deze zijde bezig zijn. Blijf even verdelen. Ik hoop dat je dat gedaan kan. De voorruit is klaar. Ik ga nog even de laatste puntjes op de i zetten, plastic nog even weghalen. Even de ergste steenslag leegspoelen. En de rest moet slijten door het wassen en regen. En dan staat er weer een strakke voorruit in. In deze donkergrijze Corsa. Ik kom zo meteen nog even bij terug met een shot van de ruit in zijn geheel. Voor nu ga ik nog even materiaal opruimen. Dus ik zie je zo meteen terug. De Corsa is klaar en kan terug naar de eigenaar. Vooruit gepolijst, staat er weer strak bij op de steenslag na. Want die kun je niet 100% verwijderen, omdat sommige kratertjes gewoon te diep zijn. En worden nu voor nu geaccentueerd doordat er nog heel minuscuul polijstmiddel in zit waar je
zelfs met een tandenborstel soms gewoon niet bij kan. Dus dat moet langzamerhand uitspoelen met regen en met het wassen van de auto. Het zicht door de voorruit heen is weer super strak. Ik heb verlichting neergezet om aan te geven wat bij wijze van spreken een zonnetje op afstand is. En de waas van de ruitwisselbladen is weg. Dus weer heerlijk helder zicht. Weer tot zover. Bedankt voor je belangstelling en wellicht zie ik je bij de volgende video. Ciao.